Hallo Kelvin, mijn vriendin is een van jouw grootste fans, serieus. En zij zou het heel leuk vinden om je een keer te ontmoeten, dus ik zou je misklinkt heel dom kunnen inhuren of zo voor een dag. Groetjes Jim. Oh fuck. Mensen, ik ben me toch een partijtje ziek, jongens, niet normaal. Nou, kijk, ik zal het je even uitleggen. Ik heb een vorm van, ik vind leven soms gewoon echt zwaar. Weet je, dat is gewoon een beetje ding. Ik bedoel, soms loop je gewoon op straat. Of soms leef je je leven op een manier waarop je denkt dat het oké is. En in één keer, bam! Bam? Zeg ik nou bam? Ik zeg bam. Ja. In één keer krijg ik koorts en shit. Nou, dat is wat ik vandaag heb. Dus het spijt me zeer. Als ik vandaag een beetje lame overkom. Maar goed, ik heb hier niet voor gekozen. Met andere woorden, ik ben gewoon een beetje ziekjes. Ik heb het zo fucking warm. Echt gewoon, het is niet eens extreem warm. En alsnog zit ik gewoon in een t-shirt, een fucking korte broek. En ik heb het gewoon fucking warm. Echt kut. Koorts hebben is gewoon kut. Laten we het daarop houden. Het hebben van de koorts, oftewel de flu in het Engels. Met temperatuurdingen en zo. Dus op een gegeven moment heb je het gewoon fucking warm en dan fucking shit. Ik douche ook alleen maar koud en zo. Goed, welkom op mijn kanaal, jongens. Het is weer tijd voor een fantastisch filmpje. Jazeker. Ik ga eventjes Pokémon vangen. Wacht even. Ik weet nog wel dat ik een tijdje geleden een video maakte waarin ik mijn niet zozeer frustratie, maar gewoon mijn mening over Pokémon Go uitsprak. En die was niet over het algemeen extreem positief. Ook niet heel erg negatief. Maar jullie begrijpen ongetwijfeld wat ik bedoel. Maar nu in één keer. Ik heb het toch maar letterlijk een kwartier geleden gedownload. Ik ga het zien. Ik ga het gewoon zien. I'm joining the party, man. I'm joining everybody. It's gonna be good. Oké? Ik vind de muziekje wel leuk. Genoeg bullshit. Kelvin, waar gaan we het vandaag over hebben? Wat wordt het onderwerp van deze video? Nou ja, jullie hebben het ongetwijfeld al gezien in de titel. Ik ga vandaag een kijkje geven in mijn sociale leven. En niet zozeer mijn echte leven, maar social media leven. En dat Instagram. Op Instagram. Ja. Kijk, het zit helemaal als volgt. Instagram. Ik heb daar zo'n soort van een aantal volgers. En sommige van die mensen die voelen zich geneigd om mij berichtjes te sturen. Ja. En kan ik niet echt zien. Ja, dat kan ik wel zien, maar dan moet ik straks zeggen. Oké. Als je mij een bericht stuurt op Insta DM, dan kan dat. En dan kan ik het checken. Ik check het nooit, maar soms check ik het gewoon voor de video. En dan in één keer kan ik het zien. En dan moet ik accepteren om op je te reageren. Want anders is het gewoon veel te veel. Snap je wat ik bedoel? Ja. En ik krijg er geen meldingen van of wat dan ook. En laatst zat ik door mijn Insta DM's scrollen. Oh, yes. Thank fucking God, man. Laatst zat ik door mijn Insta DM's scrollen. En toen zag ik in één keer dat ik echt gewoon duizenden Insta DM's heb. Maar echt duizenden. En ik open ze nooit. Ik kijk er ook niet echt naar. Maar vandaag dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon eventjes een kijkje nemen in mijn Insta DM's. En samen met jullie naar de meest awkward dingen ooit checken. Want het staat echt raar. Shit bij. Soms weet ik gewoon niet wat jullie denken. Soms weet ik niet wat mijn kijkers denken. Het is echt te heftig. Oké, lang verhaal kort. We gaan gewoon aan de slag. Ik heb even wat Insta DM's verzameld op mijn laptopje. Jazeker. En die gaan we gewoon vandaag. Ik ga gewoon even ik pak mijn telefoon er even bij. Ik heb even wat Insta. Ik ga gewoon even kijken. Done fucking deal. This is gonna be good. Het spijt me trouwens als jouw berichtje nu bij deze naar voren komt. Ja, jij stuurt mij berichten. Dus snap je? Nee, ik ook niet echt. Ik weet niet of dit strafbaar is. Als het strafbaar is, hoor ik het graag. Ik ga op mijn laptop kijken. Ik ga gewoon op mijn laptop checken. Fuck that shit. Weet je wat het is? Er zijn voor mij een aantal ongemakkelijke Insta DM's verzameld. En die ga ik je nu eventjes koekeloeren samen met jullie. Dus laten we gaan. Mijn beeldscherm staat filter. Zo, dit is beter. Ik krijg echt een blauw hoofd als ik dit doe. Oh, dit wordt leuk. Dit wordt leuk. Goed. De eerste Insta DM is van I don't even know. Iemand stuurt een foto van haar op een paard. Yo, if you listen, if you hear me, I love your horse. Yes. Er was een tijd waarin ik echt tegen paarden was. Totdat ik heel veel films ging kijken waarin vroeger soldaten en shit, ridders op paarden gingen rijden. Toen dacht ik van oké, weet je, ik heb iets gevonden waar paarden goed voor zijn. Nu hou ik van paarden. Nou, dat is niet waar. Ik heb gewoon, het is een soort van vriendschap level. Snap je? Als in, oké, je bent niet super erg verliefd op iemand. Maar wel gewoon, je kan er wel mee door één deur. Dus dat is met paarden bij mij ook zo. Jezus, wat een lulverhaal zeg. Vergeet niet dit coole filmpje te kijken op de stoutste pony van stal. Eén keertje gevallen met flikkerbok. Maar alles is uiteindelijk weer goed gekomen. Er was gelukkig niks aan de hand. Yes! Bedankt voor het laten weten. Ik heb alleen geen filmpje. Je hebt alleen een foto gestuurd. De stoutste pony van stal. Wow, dit is echt fuck. Dit is echt een beschrijving bij een pornoactrice. Megan X Love Affair. Stoutste pony van stal. Het ziet eruit als een geinig paardje. Fantastisch. Maar even, wat moet je hier nou mee dan? Bedankt voor je reactie. Bedankt voor je berichtje. Hey Kelvin, wil je alsjeblieft Castiop doen? Grrr. Huh? What the fuck? Oké, ik weet dat Castiop is een YouTuber, maar... waarom moet ik Castiop... Ik snap het gewoon allemaal niet echt. Oké. Dat Belgische vlaggetje maakt het nog beter. Dat betekent dat ik gewoon weet waar je van...
snap dit niet. Hey Kelvin, wil je AUB Kastie opdoen? Ik denk dat deze persoon bedoelt dat ik de Kastie op moet gaan nadoen of zo, maar I don't get it. Hallo, ik heb een vraag. Zou je alsjeblieft onder mijn foto willen reageren? Want mij lijkt het heel gaaf als een bekend iemand onder mijn foto reageert. Nee, waarom? Zeg maar, oké, deze persoon is wel gewoon eerlijk tegen me, weet je? Ze zijn gewoon real. Ik bedoel, als je iets wil, dan moet je er ook gewoon voor gaan. Dus kun je het gewoon vragen, maar dat gaat niet echt doen. Hallo, ik vind het ook mooi als iemand zeg maar die een vraag heeft, ook gewoon alvast even aankondigt dat hij een vraag heeft. Zo van, hallo, ik heb een vraag. Hier komt de vraag. Ik ga nu een vraag stellen. Hier komt die. Hetzelfde als dat je een comment plaatst hieronder en zegt, hallo, ik heb een comment. En dan de comment, ja. Oké. Insta dictator. Fik deze shit. Hè? Huh? What? What? Waarom heb je een snor op je... I don't know, man. Who raised you? Fik deze shit. Dat moment waarop je gewoon het woord fuck niet goed kan schrijven. Hé, niks aan de hand. Ik bedoel, we doen dit allebei, toch? We doen dit samen. Help. Waarmee? Het is echt gewoon, dit is het enige wat iemand stuurt. Gewoon help. What? Kijk, oh fuck. Het kan nu twee kanten opgaan. Het kan de ene kant opgaan waarin deze persoon misschien nog gekidnapt was. En dacht van oké, ik moet iemand om hulp vragen. Ach, laat ik Kelvin om hulp vragen. Want die staat altijd voor me klaar, ook al weet ik niet wie je bent. Het was of dat, of iemand had gewoon steen gestoten en dacht stand help. In beide gevallen, sorry dat ik destijds je niet te hulp kon staan. Volgens mij is dit berichtje al van een aantal weken geleden. Maar de volgende keer, leg even uit waar je hulp voor nodig hebt. Want dan kan ik er iets meer mee. Snap je wat ik bedoel? Oké, goede afspraak. Let's go. Video post. Can't stop watching this. Michael Jackson exposed. Hij heeft nog. Why should I give a shit? Hoi Kelvin, je zou nu denken, als je het leest, wie de fuck is dit? Nou, ik volg je nu al een dag op Instagram, maar je video's kijk ik al sinds ik weet dat ze bestaan. What does that even mean? Is dat ook een dag? Ik volg je echt al zo lang als ik weet dat je bestaat, man. Ja, het is nog maar een dag. Ik weet nog maar een dag dat je bestaat, maar ik ben wel echt diehard fan. Try to be more specific, alright? Next time, try to be more specific. Vaag verhaal natuurlijk, maar ja, ik weet ook wel dat ik nu niet de allereerste ben met een bericht sturen van hey Kelvin. Dus nu kokt de vraag. Nu kokt? Vraag. Hey. Ik kok de vraag. Ik kok. Jij kok. Wij kokken. You got this. Dus nu kokt de vraag. Snel muziekje op de achtergrond. Hoe is jouw dag tot nu toe en wat ga je doen? Kom. Wow, ik lees het nu terug en ik lach me kapot. Wat een debiele vraag. Nou, ik vind het fantastisch dat je dat zelf, zeg maar, dat zelf, die zelfkennis hebt. Dus respect voor dat. Echt waar. Je hebt. Oh, ik voel me zo gaar, jongens. Holy shit. Waarom maak ik deze video nog? Ik wil gewoon naar huis. Ik wil echt gewoon... Ik ben zo in de war. En deze berichten maken het alleen nog maar erger. Gun me die lekkere kauwgom, ja joe. Oh, dit was waarschijnlijk toen ik kauwgom weggaf. Hey, you got this. Ik hoop dat je hebt gewonnen, waarschijnlijk niet. Ik kwam laatst trouwens, ik skate door de stad en ik was onderweg naar de bioscoop. Toen kwam ik een jochie tegen, die herkende mij. Die zei, yo man, alles goed? Ja, hij zei niet letterlijk dat, maar iets in die strekking. En in één keer zegt hij, oh ja, trouwens, ik was de winnaar van die kauwgom tijdens Kelvin. Ik dacht, wow. Oké, dus hoe groot is de kans dat ik iemand tegenkom die uit duizenden mensen ook nog eens de winnaar blijkt te zijn van mijn winactie? I don't even know. Hallo Kelvin, mijn vriendin is één van jouw grootste fans, serieus. En zij zou het heel leuk vinden om je een keer te ontmoeten. Dus ik zou je misgeklinkt heel dom kunnen inhuren of zo voor een dag. Groetjes, Jim. Oh, fuck. Huur een Kelvin. Huur een Kelvin voor al je feesten en partijen. Maar €500 per dag. Maar dan ben ik er echt. En dan gaan we een feestje bouwen. Oh, fuck. Ik voel me echt een beetje een hoer op zo'n moment. Jim, mocht je nog steeds willen dat ik daar bij, zeg maar, bij je vriendin langskom. Ik vind het wel, zeg maar, ik vind het wel een topactie als vriendje zijnde. Jim, jij bent echt een topper. Jij weet wat je vriendin graag wil en je wilt gewoon fixen. Weet je wat? Fuck it. Ik kom gewoon naar je toe. Gewoon gratis en voor niks. Let's go, ik ga er gewoon nu heen. Wow, net terug, was echt lijp, man. Was echt leuk. Jim, shout-out naar jou. Je vriendin vond het fantastisch. Oké, we hebben lekker geknuffeld. Grapje, ik ben niet weg. Ja. Oké, wil je me trouwens inhuren? Kan, €5000 per uur. Dag. Yo, ik vroeg me iets af. Hoe vaak chillen jij en je vriendin ongeveer per week? Want ik zie nooit echt in je video's dat je met haar bent of zo. Maar dat is een goede vraag. Fantastische vraag. Ik zal er even in één adem antwoord op geven. Namelijk, wij zien elkaar denk ik iets van gemiddeld 1 à 2 keer per week. Of een weekendje of zo. Gemiddeld 3 keer per maand. En dat is natuurlijk fantastisch. Doen we allemaal leuke dingen. Maar... I'm out of breath, man. Ik en Nina zijn stapelverliefd. Dat is zeker, ongetwijfeld, geen grap. Ik bedoel, ik ben helemaal real met jullie. Maar ik kies er voornamelijk voor het op het moment dat ik met haar ben en we gewoon leuke dingen doen of we gewoon aan het chillen zijn, dat ik het dan niet echt, zeg maar, vastleg. En dat is niet echt omdat ik niet wil dat zij op camera staat, maar dat is gewoon omdat ik er bewust voor kies om bepaalde dingen gewoon gescheiden te houden. En inmiddels is YouTube ongeveer mijn werk en is het zelfs als ik ziek ben. Ik voel me zo fucking kut. Af, ik... Oh. Ik ga echt kotsen straks. Niet normaal. Ik voel me echt niet lekker. Ik voel me
echt niet lekker. En dan vragen jullie af, hey Kelvin, waarom maak je dan een video als je niet lekker voelt? Nou ja, speciaal voor jullie, snap je? Beetje, je kan me veel noemen, maar ik ben geen pussy ass motherfucker. Ik geef niet of, ik laat jullie niet in de kou staan, dus ik maak gewoon mijn video's. Dat is gewoon hoe het in elkaar zit. Maar dat neemt niet weg dat ik me nog steeds kut voel. Fuck, ik heb het zo warm. Vraag jezelf even af waarom je naar deze jongen kijkt, terwijl hij alleen maar aan het klagen is over het feit dat hij ziek is. In ieder geval, om terug te komen op je vraag, we chillen ongeveer 3 keer per maand. Dat is het ongeveer. En dan hebben we echt tijd van ons leven. Maar ik kies er dan voor om met haar te zijn en haar ogen kijken in plaats van in de camera. You get it? Volg me op Snapchat trouwens. Daar zijn we wel. Daar zie je zeg maar beter meer een kijkje in mijn dagelijks leven. Snapchat is gewoon mijn dagelijks leven. Daar kun je wel van uit. Kelvin! Hard eyes katje. Good for you. Hehe. Ik stond een keer bij mij aan. Je stond een keer bij mij aan de kassa. De manier waarop zij haha schrijft is echt sick. Als in ha. Je stond een keer bij mij aan de kassa. Fleur, dankjewel dat je dit even aan mij hebt laten weten. Nou ga ik meerdere malen per week naar de Albert Heijn of naar de winkel. En dat betekent dat ik met meerdere cashières in aanraking kom. En nou weet ik niet meer precies welke jij was. Dus sorry dat ik nu hier niet zit en denk van oh ja, dat was toen. Nee, dat is niet waar. Hier even wat selfies van een zwemmende boy. Je vroeg me om de meest rare selfies, dus hier zijn ze. Swaggerlicious, als je het mij vraagt. Swaggerlicious. Hey, Mattie, lekker bezig. Plus 10 punten voor jouw creativiteit. Wat swaggerlicious, zo schrijf je het niet echt. Maar jij denkt, fuck it, ik doe het gewoon op mijn eigen manier. Dus applaus daarvoor. Verder kan ik me niet herinneren dat ik jou heb gevraagd om rare selfies. Dus ik weet niet precies waar dit vandaan komt. Maar ja, het wordt leuk. Ik ga deze selfies, ga ik, oh, what the fuck. What the hair is doing my baby. Zeg maar, oké, de selfies die ga ik zeg maar uitprinten en dan boven bed hangen. Dus dat komt goed, wordt goed gedaan. Als je wil is er ook een brownie als toetje, by the way. Ja, nu heb je geen brownie. Was wel leuk je een keer in het echt te zien. Hè? Deze vind ik heel raar. Deze vind ik echt heel raar. Misschien was het iemand die bij een restaurant werkte. En me toen Instagram ging sturen toen ze in de keuken stond. Zo van, oh, er is wel een brownie. Dus misschien wil Kelvin brownie. Is het zoiets? Ik snap het niet. Ken je Dylan Lokker? Waarom heb jij een middelvinger? Waarom heb jij een middelvinger op je? Dit is niet echt een leuke kennismaking, lieve schat. Dit is niet echt een leuke kennismaking. Ik bedoel, dit echt. Je moet je voorstellen dat een random persoon naar je op straat toekomt en zegt. Yo, ken jij Dylan Lokker? Om terug te komen op je vraag, ik Google Dylan Lokken. Ja, Dylan Nagens ken ik. Nee, I don't know who the fuck it is. But if it's like the next president of the world, like please tell me so we can like get friends and shit. Alright, let's go. Sup, Melo. Doe maar niet. Pesten is niet stoer, dus doe maar niet. Ben zelf enorm gepest. Kijk, zeg maar, oké, het feit dat je gepest wordt, niet leuk. Oké, is echt niet leuk. En ik voel, I feel sorry for you, man. I really do. Ik voel de pijn en shit en ik probeer me in je situatie te plaatsen, maar wat is zeg maar de beweegreden voor jou om het naar mij toe te sturen? Want I don't even get it. Pesten is niet stoer, dus doe maar niet. Oké, toch bedankt voor de wijsheid. Als er iets is op het internet waar ik zo'n fucking dikke scheidhekel aan heb, zijn het van zulke plaatjes. Dus weet je wat? Doe maar niet. Kus Robbie, sturen we. You should go to Spain met deze. Oké, dit is by far de grootste paprika die ik ooit in mijn leven heb gezien. Holy shit. Oh, baby. Nicky Roordink vraagt, ik wil alleen vragen hoe je een reactie moet achterlaten op YouTube. Ik denk dat zeg maar in de geschiedenis van het internet is een van de niet al te moeilijke dingen een reactie achterlaten op YouTube. Namelijk, ik zal het je even in 2 stappen uitleggen. 1, scroll naar beneden. 2, typ iets. En klik dan op send. Eigenlijk 3 stappen, fuck that shit. That shit, crazy. Ewa Bruur, weet je wat pas cool een video zou zijn? Als je in een lift stapt waar al een persoon in staat die je niet kent. You know that awkward feeling. Yes, I know that awkward feeling, so relatable man. Jij moet er dan eerder uit als hem, haar en net wanneer je uit de lift stapt draaien om en dab je klote hard voordat de lift weer dicht gaat. Voila, is goeie. Briljant idee! Briljant idee. Oké, de volgende video is dat ik in een lift prank. Sorry mensen. Ik probeer er wat van te maken, maar die fucking leeuw in de achtergrond die zijn me ook aan te kijken. Ik voel me gewoon echt niet goed. Ik voel me zo fucked up. Echt, mijn lichaamstemperatuur stijgt echt naar de 80 graden of zo. Ik ga echt dood hier, oh. Tot Volg mij op Instagram, dat kan. Dit is mijn Instagram. Hier plaats ik allemaal fantastisch mooie foto's. Daar kun je me ook een Insta-DM'tje sturen als je dat wil. Ik lees het toch niet, tenzij ik er weer een video over ga maken. Vond je deze video nou leuk, grappig en helemaal fantastisch? Geef dan een duimpje omhoog. Ik ga er ook weer vandoor, mensen. Het was leuk. I wanna die.
Madonna is 80. Fucking Madonna is alleen, 80. Alleen voor het verhaal dat je in de kroeg neemt, man, hey, wat heb jij vandaag gedaan? Ja, fucking Madonna. Kan ze nog een beetje zingen? Ja, vannacht wel. Weet je, dat is gewoon fucking hard. Ja, oké, okay. Dat zou ik ook met Obama hebben. Maar ik ga Obama ook niet doen. Madonna en Obama echt niet te vergelijken. Hoor. Hoezo? Als je in de club staat en je zegt, ja, weet je, wat heb je vandaag gedaan? Ja, ik heb Obama gepakt. Dan zegt iedereen, yo, jij bent legende. Maar dat doe je ook niet, alleen voor het verhaal. Oh, Miley Cyrus en Madonna in één keer, hé. Dan heb je